Hallo allemaal. Lang niet gezien, hè? Ik ben blij om terug te zijn. En er is een heleboel veranderd in de wereld. Ook bij jullie in Nederland. En bij ons in Suriname. Een kat heeft 7 levens. Een poes 9. En een rat 15. En weet je hoeveel ik heb moeten doen in de afgelopen periode om in shape te blijven. En er zo uit te blijven zien. Kijk maar. 1, 2, 3, 4. Watch me. I got it. Watch me. I got it. Hey! In het begin was het hosselen heel erg zwaar. Ik begon als krantenverkoper. Maar de zon was veel te heet. Dus dacht ik, doe ik iets in de schaduw als buschauffeur. Maar dat was veel te lang zitten. Als winkelbediende maakte ik het ook niet lang. Want de klanten die stelden steeds weer lastige vragen. Dus dacht ik, parkeerwachten. Ja hoor. Maar mijn conditie liet het gewoon niet toe. Tell me what to do. Sometimes I tear. Parkeer je auto voor je. Parkeer. I got a move that tells me what to do. Maar opeens had ik succes op de Surinaamse kapitaalmarkt als geldwisselaar. En dat ging heel goed. Lieve mensen, komen jullie wisselen bij Quintus? Hij is niet naar school gegaan, hij weet niet te tellen. Je krijgt altijd te veel. Ik werd toen politieagent, maar in het verkeer maakte ik er een zooitje van. Good God. Dus besloot ik zwem-instructeur te worden. En I'm super bad. Hey! I'm super bad. Maar al gauw hadden ze me daardoor dat ik geen diploma had. Dus werd ik Paul Witteman, de Surinaamse Paul Witteman. Goedemiddag, dit is ons actualiteitenprogramma Magazine 4. In de afgelopen regeerperiode is het uw partij gelukt om de drugscriminaliteit een beetje te onderdrukken. Er zijn minder bolletjes slikkers, maar vernomen wordt dat er andere methodes zijn, is het waar? Criminelen die vinden altijd een methode. Ze waren begonnen met dubbele koffers, dubbele bodem in koffers, plakken van dat spul aan hun lichaam. Toen werd het bolletjes slikken. Toen was het systeem van, ze weten, Risti is populair. Ook dat systeem is achterhaald. En in feite... Maar dat werd veel te serieus. 1, 2, 3, 4! Watch me! In elk geval, ik ben in Suriname wereldbekend geworden van alle jobs. En ik heb er wat vets van overgehouden. Maar ik ben wel heel erg blij dat we kunnen starten met een nieuwe serie. Groeten uit Paramaribo. En je blijft kijken.